Beste Kijker, de Britse Guardian berichtte eind november 2013 dat de regering in Saoedi-Arabië gevangenen van de jihad vrijlating aanbiedt. De jihad is een militante vorm van de radicale islam met Al-Qaeda als belangrijkste verantwoordelijke organisatie. Als tegenzet voor de vrijlating zijn de gevangenen verplicht om in Syrië te vechten tegen de regering Assad. Vanaf het begin van 2013 zouden er al 1200 ter dood veroordeelden hebben gekozen voor de oorlog in Syrië. Daarbij zou de Saoedi-Arabische dictatuur nauw samenwerken met Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Israël. Saoedi-Arabië zou ook wapens in het crisisgebied sluizen en Israëlische raketten en zwaar geschut zouden met ondersteuning van de VS illegaal in het land worden gesluist. Zonder deze ondersteuning zou er geen oorlog in Syrië kunnen zijn. Beste kijker, voor aanvullende informatie verwijs ik u graag door naar onze film van 19 juni 2014, Hoe functioneren moderne oorlogen? Bedankt voor het kijken.